Yo, Kenijs, welkom bij een nieuwe video. Ik ben tussen de opnames door ben ik helaas doodgevallen. Maar ik heb een mod had ik gevraagd of hij online kon komen. En ik begin gelijk met. Oh ja. Claim. Zo, dat is het hele stuk. Haak nu zet geclaimd. Dit is trouwens mijn troon. Want dit is de vergaderruimte van mijn crew. Slash klein. Hey, hier had ik volgens mij ook wat erop gezet. Zo. En dan. En dan is het hard. Even benieuwd. En voor de grapjes. Oké. Ik ben benieuwd als mijn mod ook zo komt. Want ik heb hem eigenlijk wel nodig, nu zo. Want daar loop ik even weer terug naar boven. Zo. Want dan moet ik even hier wezen. En dan hier, zo. En dan heb ik hier, wat jullie trouwens in de vorige video hebben kunnen zien, is dat ik een heel ruimte heb gebouwd voor een amethyst. Ja. En dan ga ik weer terug naar boven. Zo. Plus, even wat spullen pakken. Het is echt alleen maar deze twee kisten. Oké, goed om te eten. Ja, wortels heb ik nodig en hiervan heb ik ook nog wat nodig. En hiervan. Top. En door ik jullie zo denken van, nou, wat ben je voor plan? Nou, ik ben eigenlijk de enige die het van deze kist een beetje af weet. En hier zitten trouwens de stairs. Dus ja. En hier naar beneden was hij ook wat van plan. Of had ik het al laten zien wat hier van plan was? Geen idee. Maar daarvoor heb ik hem wel nodig. Want ik wil weten wat hij van plan is hier beneden. Is hij bezig om een ruimte te maken of zo? Maar ja, ik ga weer naar buiten. Even kijken. Nee.
Even kijken bij mijn bloem hier. Oh, nee. Maar ja, bloem. Dan fix ik even hout weer. Want ja, ik heb geen hout. Hey. Hier klopt iets niet. Oh ja, wacht, klopt wel. Sorry. En dan ga ik even hierheen. Yes. Oh. Oops. Top. Slash home. Ik hoop dat hij nog lang komt. Want ik heb hem echt nodig. Wacht, ik bel hem even op. Ik hoop dat hij loser gaat pakken. Of dan mijn broer. Ik ging hout halen. Ik hoop dat je online komt. Zo te horen pakt hij niet op, jammer genoeg. Maar ja. Op om hout te halen, op weg om hout te halen. Oké. Oh. Oh, ik hoop dat hij online komt. Nog. Want ik heb een verrassing voor hem en dat wil ik hem laten zien. Want. Dat hebben jullie al gezien, die verrassing, maar dat weet hij nog niet. Dus ja. Dan ga ik alvast naar zo'n portaal toe. Die heel toevallig daar staat. Wat ik ook niet wist. Yo! Loser! Waarom zou het geheim komen? Ja, ik heb een verrassing voor je. Wat zeker weer gebrein? Nee, nee, nee. Dit zou je wel heel erg mooi vinden. Dus kom even online. Ben jij nog online dan? Ja, ik ben nog online. Loser! In mijn back
Ja. En heb je nog wat kunnen vinden? Ja. Ik heb er wat eten uitgehaald. Dus je hebt aan de linkerkant die twee kisten gevonden. Ja. Die zijn bij een bak stenen gezeten, hè? Wat zei je? Je hebt niet aan de stenen gezeten, hè? Nee. Ik zou zeggen, kom snel online. Het zelf wel uit. Dit zou je echt heel mooi vinden. Maar je hebt zeker dit gemaakt. Nee. Daarvoor moet je me eerst gaan zoeken waar ik zit. Dan pas kan je zien wat ik heb staan voor je. Waarom zou je weer online dan? Ja, ik heb mijn trucje weer kunnen doen. Dus, kom maar zo snel mogelijk online. Alleen wat eten heb ik eruit gehaald. Want ik had geen eten meer. Had je niet buiten die wortels kunnen pakken? Buiten stonden helemaal geen wortels. Ik kwam weer online en er stonden geen wortels. Dan zijn ze denk ik gejaagd. Ja, denk ik ook. Want ik had best wel veel wortels daar zo staan. Maar ja, ik had ze weer opnieuw geoogst. Nou ja, neergeplant. Ah, zo zien ben je online. Top. Ik zie je naam. Ik zei het toch geen naam. Binnen. Oh, dit is mooi. Waar zit je dan? Ja, ik zit onder de grond. Maar ik zit niet in onze mijn. Dat kan ik je wel zeggen. Nee. Nee. Je staat echt letterlijk schuin boven me. Ja, je weet toch die waterlift van mij, toch wel? Oh, dit is gewoon zo mooi dat ik je kan zien, maar jij mij niet kan zien.
haak je ineens heel droog voor je. Ik zou zeggen, loop mee. Ja, ik loop even. Nee. Jij weet dat ik hier kisten heb, toch? Ja, hier en daar. Maar hier heb ik er ook één. Serieus? Nice. Hoe ben jij aan piercing 1, sharpness... Sharpness gekomen. Zo'n enchantment. Hoe ben je aan Essence 2 gekomen? Power 1. Hoe ben je eraan gekomen? Ja, ik blijf even staan. Die is voor jou. En die is voor jou. Mag jij okay. Met mij? Oké, okay, top. Nou, dit zou je ook heel erg mooi vinden. Kijk, je weet toch mijn lift hier? Had je deze trapdoor hier zo ooit gezien? Ja. Was je er ook naar beneden geweest? Loser, je gaat te ver. Dit heb ik dan weer niet gezien. Dit heb je zeker net gemaakt. Ja, echt. Vanmiddag was dat. Die oven stond hier zo altijd. Maar alleen jij... En ik weet echt ervan. Oh ja, dit is het grootste bed. En dit is hoe ik heel vaak kon overleven op bepaalde plekken. Maar waarschijnlijk heb ik die kist gehaald met wortels. Ja. Ja, ik had hier zo'n kist met wortels neergezet. Ik zou zeggen, kom maar in de vergaderzaal. Zo, ik zit. Ik zou zeggen, pak stoel en ga zitten. Ik ga hier. Ah, top. Nou, de eerste puntje op de vergadering. We gaan de hele server overnemen. Zo gaaf zijn, maar dat zal nooit kunnen. Want ja, wij zijn de enige in onze crew. En had jij nog een puntje voor op de agenda om neer te zetten? Ja, mogen we iedereen ook losers noemen? Ja.
Iedereen die bij onze base komt, is gelijk een loser. Oké, en dat was dan de vergadering gelijk. Oh ja. Aan deze kant staat trouwens nerd. Wat vind je het schuin van mijn schild? Sorry, ja? Zie je geen schild bij mij? Ik zie gewoon in mijn beeld gewoon een schild. Zelfs als je de zwaard vastpakt en je doet de rechtermuisknop, dan zie je gewoon een schild in beeld komen. Maar wat ben je eigenlijk beneden van plan om te maken? Ik weet niet. Even kijken waar ik ook aan mijn wezen was. Ja, je gaat gewoon 6 verdiepingen zowat naar beneden met 600 traptredes. Oké, ik heb ze niet echt letterlijk geteld, maar je was hier zo bezig. Ik ben zeker bijna boven. Ja. Ik ga even beneden in mijn slaapkamer ga ik even wat bouwen nog. Schilderij per ongeluk gesloopt. Oh, geeft niks. Wil je die nog terug hebben? Nee. Voor nu heb ik hem eigenlijk nog niet nodig. Oké, en ik ben bezig bij mijn slaapgedeelte beneden. Ben ik bezig om een kleine soort van hideout te maken ervan. Voor mezelf. Stel dat er een oorlog zou uitbreken, ik ben veilig. En als er een oorlog is, mij niet bellen.
Wat is er eigenlijk met onze oude kluis gebeurd? Ja, ik had hier zo eerst zo'n dubbele chest met ook een oven staan, maar die is volledig weg. Waarschijnlijk is het heel dat items wat erin zat naar die kist van jou zeker gegaan. Kijk. Hier is iemand met verplicht bezig geweest. Waar? In de mijn. Wacht even, ik kom naar je toe. Bij de lava pool? Nee? Huh? Waar ben je dan? Bij welke kant ben jij dan? Ja. Oké, ja. Nice, ik heb zelf 14 kool op zak. Kijk. Ik had ergens een geheime gat ergens in de grond zitten, wat leidde naar amethyst, maar ik weet niet meer waar die zit. Dat is zo kut. Dat heb je gewoon per ongeluk, nou ja, per ongeluk, maar gewoon echt met toeval amethyst gevonden. En dan kan je het ineens niet meer vinden. Oh, nice. Je bent naar de Nether voor de eerste keer. Nice.
Oh, dit is naar lopen hier. Oh ja, slash home. Dan loop ik even nog naar beneden. Deze gaan hierin. Deze gaat erin. Dit. En dan is het goed zo. Oh, je bent nu nog even bij de base. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zie je. Ben je mee? Ja, is goed. Gaan we het zijn aanval? Oké. Okay. En dan. Jezus. Je sprong ineens langs me op. Dan moet ik. Waar ga ik op heen? Maar ik ging. Ik ging volgens mij. Ik weet dat er een portal staat die al geactiveerd is. Wist je dat ze aan die kant ook nog een portaal staat? De kant waar ik op liep? Ben je nog achter me? Ja. Deze kant op. Oké, top. Ja, ik zie je naam nog. Godverdomme. Ja, helaas heb ik zelf ook geen emeralds op zak. Anders kon ik die pumpkin seeds wel kopen. Ah, oh, god. Moet je even een beetje over de bush push? Nou. Ja, waar ben jij naar beneden getiefd dan? Gewoon naar beneden toe. Ik wacht even op je. Ik weet niet waar je bent. Ik zie je naam niet. Bij het water. Bij het water. Oh, dan ben je die kant op gegaan. Rechts. Zo. Ik had even bij zo'n wolf had ik even mijn zwaard in zijn nek gestoken. Oh ja, ik zie je lopen. Kijk, hier zo was ik net. Hier zo. Jettig. Ja. Gewoon jettig. Moet je even een stukje deze kant hier aan. Ja. Wacht even, ik ben niet zo snel.
Ah, daar zo. Kom op, stomme beer. Zo. Kan je wel leuke dingen mee bouwen. Als je het mee wilt nemen, van mij mag het. Hebben we er ook wat aan? Niet per se iets, maar het is wel mooi handig om mee te nemen. Heb jij ook nog wat gewone stenen voor mij? Nee. Sta je alvast klaar? Dag, ik het zelf vast. Je hebt hetzelfde idee als ik. Ja. Wel kut, met die soul sand. Maar ja, dat is, het is wel het materiaal wat ik had gebruikt voor de lift. Godver. Weet je wat ik vergeet om mee te nemen? Hout. En wat stenen. Maar ja, ik weet niet waar je bent. Maar ik sta bij een portal. Oh, ik ben een stukje terug. Ja? Terug? Ja, je gaat de andere kant op nu. Ja. Maar hier heb je een paar portalen zitten, hè? Even checken waar het op uitkomt. Straks kan je daar zo'n goede loot misschien jatten. Nou ja, ik heb wat hout kunnen fixen. Dan ga ik weer terug de portaal in. Ben je nog in de Nether of niet meer? Jawel. Ah, oké. Krijg je signs van je? Achter je? Ah, daar. Wow, ik heb 39 goud. Oh, dat is ziek. Gewoon klontjes of
Echt, ja. Klopt. Oké. Je hebt hetzelfde idee als wat ik heb. Ja, ik ben uiteindelijk wel op. Oké. Wat je ook doet, open deze kist maar niet. Waar ik nu bij sta. Waar ben jij? Kijk waar ik sta. Boven je. Deze kant. Hier. Ja. Zie je deze kist? Ja. Open maar niet. Zet niks in. Waarschijnlijk is hij al geloot, zo te merken. Want hier zit dirt. En dat betekent meestal al dat hij geloot is. Maar, weet je wat we wel kunnen doen is, van zulke zwarte blokken even meenemen. Oh god. Heb je de biggetjes weer kwaad gemaakt? Nee. Wat dan? Ja. Goud gevonden. Ik heb een golden chest plate. Oh, nice. Een shovel. Een golden axe. En nog een block of gold. Ja. En hier is er nog golden blackstone. Oh, nice. Ik neem de empty map mee. Ik neem de boog met de arrows mee. Zo. Ik schrik me dood van jou. Ja. Ik kom ook maar even naar beneden. Nog een kissie hier zo, misschien? Nee? Jammer. Ja, ik zag goed beneden, maar ja. Ja. Die ga ik niet durven te pakken. Hey. Je moet gewoon soms lef hebben om zulke dingen te doen. Diamond Helm P. En voor de rest niet heel erg veel bijzonders. Maar ik wil hem niet op mijn hoofd zetten. Want er zit een Curse of Binding op. En die wil je totaal niet hebben. Oké, als troll is het wel leuk, maar ik wil hem nu niet opzetten. Waar ben jij dan? Boven. Boven, ah, oké. Thank you.
En even kijken wat ik nog kan fixen allemaal. Ja, hangen hier is ook nog wel wat lanterns, maar is niet per se nodig. Oh mijn god, oh mijn god. Ik moet gaan eten. Want anders sterf ik. Ik hoop niet dat ik doodbrand. Oh, echt, ik ben een lucky bastard. Ik had toch mijn half hartje over. Ik heb meer dan een stek aan goud op zak. Oh ja, ik ga terug naar de base. Even mijn tas legen. Ja, ik spreek nog. Ja, ik ga er weer vandoor. Doei, loser. Nou, ik blijf nog wel even in de server, maar ik ga er weer voor tussen. Even. Tussenstand weten wat ik heb gevonden. Ja, is goed. 24 nuggets.
Ja. En een quartz. Ja. Een golden chest plate. Ja. Een 64 gold nuggets. Ja. Een magma cream. Ja. Een shuffle. Ja. Een golden axe. En een block of gold. Nice. Ik had meer dan een stack aan de golden nuggets, 4 magma cream, 62 nether quartz, magma blokken, nether rack, nether breaks, soul oil, soul sand, een boog, 27 pijlen, een helm, het Curse of Binding. En ja, een empty map. Maar die empty map bewaar ik nog even. Ik heb nu 2 blokken goud. Nice. Ja, en ik had ze nog een keer een diamond gevonden. Dus die heb ik ook maar even in mijn kist gedaan. Nou ja, ik zie je later. Ik zie je later. Tot de volgende ronde. Tot de volgende ronde. Jojo. Jojo. Nou, mensen, dat was mijn mod. A.k.a. Pet. Ik de Pet. Ik blijf nog wel even iets verder. Maar uiteindelijk heb ik een empty map. Die komt in de volgende aflevering. En met de Nether Quartz gaan we nog een keer wat doen. Maar ja, tot de volgende video dan, mensen. En stay tuned.